Welkom bij deze video, leuk dat je kijkt. Ik ben Nick, MMA trainer bij DFC. Vandaag ben ik samen met Dennis. En deze maand, deze 6 weken, zijn we bezig met het doen van footlocks en heel hooks. Ik merk dat heel veel mensen in de knoop raken bij het doen van de footlocks en de heel hooks. En daarom wil ik je in deze video alles nog een keer uitleggen, zodat je het lekker thuis kunt oefenen. We beginnen simpel. We beginnen met zogenaamde Ashigarama. Ik ga met mijn rug naar de camera, zodat je het beste kunt zien. Ik lig met mijn borst onder zijn lichaam. Dat is een fictieve situatie, want in het echt zal dat niet zo heel vaak gebeuren. Maar even om het te oefenen. Ik sluit 1 been op. 1 voet gaat onder zijn kont, onder zijn hamstring. En belangrijk is hier, ik zal het dadelijk dichterbij laten zien, dat mijn kont helemaal poem van de grond gaat. Nu wil ik mijn scheenbeen en mijn hiel wil ik tegen elkaar verbinden. Een gesloten verbinding en mijn knieën knijp ik samen. Hier. Nu breng ik hem naar de grond door mijn knieën naar buiten te roteren. Pom. Hier. Dit is de eerste stap die ik moet zetten. Zijn heup moet op de grond. Nog een keer. Ter hoogte van zijn lichaam, zodat je diep genoeg gaat. Dan is het heel belangrijk dat je heupen van de grond komen. Je gaat echt helemaal omhoog. Volgende stap is dat je scheen en je hiel tegen elkaar zitten. Je knieën zijn samengeknepen, dat is heel belangrijk. Nu deze hand onderdoor, zodat je dadelijk gelijk controle hebt over dat been. En de kniepositie, de knielijn kan controleren. Je wilt deze vast hebben, andere been, zodat hij niet kan uitzetten. Dan roteer ik mijn knieën naar buiten, zit dit er rond. Dan kom ik hier een klein beetje dichterbij om die knielijn naar mijn wens te krijgen. Dan moet ik de hiel gaan exposen. Dat doe ik door mijn knie omhoog te laten wijzen. En bij voorkeur die voet aan de binnenkant te krijgen. Let op, steek je hem te veel door en Dennis stuurt mijn been door. Boom, heb ik hier zelf een hele nare hiel op. Dus dat willen we niet. Daarom zet ik hem hier. Alles tijd. Knieën gaan omhoog. Probeer zijn been in een angle te hebben. Hoe meer die gestrekt is, hoe meer zijn hiel verstopt is. Hoe meer de angle inzet, hoe meer zijn hiel eruit komt. Angle, dat is belangrijk. Nu wil ik zijn voet in het verlengde van mijn onderarm hebben. Hier. Zijn hiel komt in het bordje vast. Nu pak ik mijn eigen hand. Hier pak ik mijn eigen hand. En nu ga ik aan de ene kant duwen met mijn schouderblad, of met mijn vleugel, zeg maar. En ik ga roteren met mijn bovenlichaam. Dus aan de ene kant duw ik, en aan de andere kant trek ik. Over het verlengde. Pak mijn eigen bicep. Pak mijn eigen tricep. Duwen met mijn rug. Trekken met mijn arm. We zijn lekker bezig, dus we gaan nog even door. We gaan het ietsje complexer maken. Als Dennis gaat staan. Want Dennis, die is nou geen domme jongen. Die weet hoe hij moet verdedigen. Dus die heeft hier die asje. Of ik heb die asje. En die haalt netjes die voet. Poem. Vast een heup. Als ik niks doe en hij gaat hier zitten, kan hij gewoon passeren. Dus hij heeft nou die voet van zijn heup gehaald. Ga ik door naar X-card. Dit noem je X. De voet die eerst op de heup zat, zo kan je het onthouden, zit nu op zijn bovenbeen. Belangrijk is hier dat ik hem uit balans ga brengen. Hoe breng je hem uit balans? Uitstaan. Hier. Okay. Hebben we die X-guard. Let op. X-guard, voet op het bovenbeen. Nu gaan we de voeten wisselen. Dat laat ik zo in detail zien. Voeten gaan we andersom doen. Reverse X. Nu meten we even het oliepeil. En dan duw ik met mijn voet op, naar voren. Zodat zijn handen op de mat komen. Nog een klein beetje deze kant draaien. Dus, we hadden X, andersom, reverse X, die X schoppen we eerst uit, dan gaan we naar reverse X, oliepeil meten, duw hem naar voren met je tenen, oké, nou komt het. Je voeten moeten de lucht in, dat zijn gewicht op dit been komt, boom, en dan gaat dat been de lucht in, zie je het? Pak hem vast, onderste been strek ik uit, en pak de triangle. Dat doen we even opnieuw, nog een keer. Dus, we hadden X-card. X-card, voet op het bovenbeen.
strek hem uit. Ga naar reverse X. Oh, sorry, dan doe ik het verkeerd om. Doe ik het zelf ook fout. Ik zit in X-guard. Boom. Reverse X. Schop hem uit. Boom. Met dit oliepeil. Klein beetje draaien. Nou, knieën naar mijn borst. Boom. Pak zijn voet. Strek hem uit. Maak de triangle. En we zitten hier in die honeymoon. Laatste stapje. Controleer eerst de verste voet. Met mijn knieën weer samen. Eventueel kan je die straight footlock aanzetten. Wat er in de praktijk bijna altijd zal gebeuren. Is dat je hier, deze hier moet. Gaat finishen. Dus nog één keer. We doen alles weer hetzelfde. Maar nu weet Dennis hoe hij moet verdelen. Onder zijn lichaam. Pak zijn been. Komt van de grond. Alles gesloten. Hij had netjes die voet van zijn heup. Die gaan we hier gelijk onderdoor. Onder zijn been door. Boven mijn eigen been. Voet op zijn bovenbeen. Hier. Nu moet ik hem uit balans brengen. Dat doe ik door uit te strekken. Dit is vervelend. Nu ga ik van gewone X. Gaat hij van boven naar beneden. Naar reverse X. Nog een keer. Van gewone X. Van boven naar beneden. Naar reverse X. Hier meten we even het oliepeil. En ik schop met mijn kont. Dat moet een mooie shot zijn. met mijn voet tegen zijn kont. Nu trek ik zijn been de lucht in. Door mijn knieën naar mijn borst te trekken. Hier. Boom. Nog een keer. Hier. Trekken. Boom. Mijn onderste been. Want ik pak zijn voet vast. En mijn onderste been strek ik uit. Hier. Dus nog een keer. Pak hem knieën naar mijn borst, dat zijn been de lucht in gaan. Pak hem vast. Onderste been strek ik uit. In de knieholte. Strek mijn been uit. Controleer het verste been. Je kan of de straight footlock, maar liever nog, blijven naar hem kijken. Hier weer over de lengte. Vast. En roteren. We beginnen even in de X. We zitten dus in de X. En ik wil mijn onderste been in zijn knieholte plaatsen. Strek hem uit. Die andere komt erboven. Ik wil hem op de grond krijgen. En het bovenste van zijn been. Daar wil ik het bovenste van mijn knie krijgen. En dan valt hij erin. Hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Mocht je nou het idee hebben dat je een klein beetje meer footlocks of heel-hooks gaat finishen met behulp van deze video, dan zou ik het enorm waarderen als je deze video even zou willen liken. Vergeet uiteraard ook niet te subscriben. En mocht je op een van de DFC locaties willen komen trainen, klik dan op de link in de beschrijving voor meer informatie over het trainen bij DFC. En wellicht zie ik je binnenkort op de mat. Later!